Hallo, mijn naam is Gijsbrecht Gunter, voorzitter van de Holland Onion Association. Graag laat ik u het precisiewerk van de Hollandse akkerbouwers zien als het om het inzaaien van de Hollandse ui gaat. Met ruim 30.000 hectare is de ui in Nederland verreweg het grootste volgronds groentegewas. Jaarlijks wordt 1,5 miljoen ton van dit prachtige bolgewas geoogst. En dat begint allemaal met het heel zorgvuldig planten van miljarden piepkleine zaadjes. Uienteelt is beddenteelt. Goede zaaibedden moet het land zeer zorgvuldig omgeploegd en voorbewerkt worden, waarbij verdichting van de onderlaag wordt beperkt. Klaarleggen van de grond noemen we dat. Al vroeg in het voorjaar vindt door de akkerbouwer in nauwe samenwerking met de teeltbegeleider per perceel een risicoanalyse plaats. Grondtemperatuur en het vochtgehalte van de onderlaag zijn bepalend voor de kwaliteit van de unieke Hollandse ui. Als de grond na de eerste werkgang goed verweerd en op bewerkingsdiepte niet meer kneedbaar is, kan het proces van inzaaien beginnen. Dat inzaaien is precisiewerk en precisie zit hem altijd in de details en in de juiste timing. Hollands uienzaad heeft een afmeting tussen de 2,25 en 2,75 mm en kan worden gekoot of geprimed tegen ziekten en plagen. Ieder zaadje wordt op vaste afstand van elkaar en op vaste diepte tot op tienden van millimeters nauwkeurig ingelegd. Precies in de vochtige onderlaag en toegedekt met een poreuze bovenlaag. Na de eerste paar meters pneumatisch inzaaien wordt de zaaidiepte dan ook handmatig en met het blote oog gecontroleerd. Steeds vaker wordt GPS-technologie toegepast bij het inzaaien. En dat maakt het secure werkje een stuk gemakkelijker en sneller, omdat het perceel niet meer exact hoeft te worden uitgemeten. De machine blijft automatisch in het juiste spoor en ook de zaaimachine weet precies waar hij zich op het veld bevindt. Het geavanceerde aluminium zaaihuis staat garant voor een perfecte afleg van het zaad. Het vacuüm zuigt het zaad aan de roterende zaaischijf en wordt via de zaaipijp in het uitwerpgebied zeer precies in de zaaigul gelegd. Het zaad maakt goed contact met de onverstoorde grond en de geweldige capillaire werking kan zijn werk doen. En voilà, zo'n 3 maanden later zien we een prachtig homogeen gewas.